Ja, gefeliciteerd. Want ja, deze dus winkel bestaat één jaar. Ja, dankjewel. Uh, we zitten inderdaad alweer één jaar in Dedemsvaart En uh, met de Dedemzwia, en uh, volgende week hebben we weer Dedemzwaria. Dus we hebben een klein jubileum. Ja, nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, en ik kom hier het lopen en ik zie je nieuwe gevelbord. Ja, dat klopt. We hebben uh, sinds vorige week nieuwe borden op de gevel. Uh, nou, die zitten in de kleur van de India, de India's vlag. Groen, wit met oranje. En we hopen dat het uh, iets meer opvalt dan de oude borden die erop zaten. En dat het nog iets meer mensen naar onze winkel kan trekken. Ja, nou, nou, dat, is een, dat is een heel mooi doel. Ja. Want, ja, want hoe gaat het bij de stichting? Ja, op zich heel goed. Uh, we hebben het heel druk. We uh, worden veel uitgenodigd op scholen. In kerken, uh, we staan veel op braderieën en op dat soort uh, fairs. Uh, ja en dat brengt natuurlijk wel geld uh, binnen. En we hebben ook ondertussen heel veel mensen die ons uh, als uh, sponsor uh, spo uh, sponsoren en uh, die donaties doen. Dus we zijn daar heel blij mee. En ook de verkopen in de winkel en op de braderieën werken natuurlijk mee aan, uh, aan het geld voor de stichting. Ja, want met welke projecten ben je bezig? Nou, we zijn met een aantal bezig. We zijn met een aantal scholen bezig in India waar we diverse dingen doen. Maar mijn grootste project daar is eigenlijk wel dat ik bezig ben om een nieuw dak op een van de scholen te organiseren. En dat is een heel kostbaar verhaal. Ook daar, dat kost 10.000 euro. Dus dat is best wel een heel groot bedrag wat ik bij elkaar moet zien te krijgen. Ja, want hoe, hoe ziet daar een school er eigenlijk uit? Uh, dat is verschillend. De dit is een school die is eigenlijk uh, gebouwd rondom een huis heen. Dus het is eigenlijk een buitenschool. Dus dat moet je zien als een soort grote veranda. En uh, nou ja, kinderen uh, zitten gewoon uh, onder de veranda op de bankjes uh, en daar hebben ze les. En daarbovenop ligt dus een dak van asbest. En dat is dus het probleem. Dat dak is dus uh, aan vervanging toe. En ze zijn ook aangeschreven om het dak te moeten vervangen. Dus daar zijn we heel hard voor bezig om daar geld voor bij elkaar te krijgen. Het is een gigant bedrag en ik kan het natuurlijk niet uit mijn hele stichting halen, omdat ik ook mijn andere projecten en mijn dingen moeten gewoon doorlopen. Dus ik probeer het eigenlijk via wat andere wegen. Nou, ik krijg af en toe een hartstikke mooie donatie van iemand. Uh, we hebben uh, natuurlijk binnenkort op 30 september uh, smiddags in de Gashouder een concert van een. Uh, tweetal Indiase artiesten. Die komen speciaal naar Nederland om hier Indiase muziek tegenwoordig te brengen. En daarbij hebben we dan ook Indiase dansen en we gaan Indiase hapjes serveren. En mensen kunnen voor die middag inschrijven uh, voor een all-in prijs. En uh, een deel van die opbrengst gaat dan ook naar de stichting. En dat geld wordt ook besteed aan ons dak in, op de school in uh, India. Okay, en hoe laat begint die middag? Die middag begint om twee uur. En het zal ongeveer tot vijf uur duren. Uh, nou, het is een beetje net als in India. De tijd is een beetje van elastiek. Dus uh, als de artiesten het goed naar de zin hebben, dan kan het zijn dat het zo wel ietsje langer duurt dan gepland. Maar de bedoeling is van twee tot vijf. Maar dan ga je volgende week ook op de varia staan, hè? Ja, dat klopt. We hebben net als vorig jaar ook weer een kraam op de Varia hier uh, voor ons, uh, onze winkel. Dus uh, tussen Schuurman en, uh, en Café Het Dorp in. En daar staan uh, twee Indiase vriendinnen van mij, ook vrijwilligers van mijn stichting. En die gaan daar Indiase hapjes gaan ze daar maken. En de tweede dag, dat is de vrijdag, dan komt in de middag komt er ook nog een dansgroep uit Zwolle. En die gaat ook nog een stukje Indiase dansen opvoeren daar. Een beetje als voor-idee uh, voor, uh, voor de middag in, uh, in de gashouder op 30 september. Maar nou, helemaal over de winkel hè. Ja. Heb je nog wat leuke dingetjes? Ja, je, het zijn allemaal leuke dingen in de winkel. Maar heb je nog wat nieuw artikel? Uh, nou, wat ik wel heel leuk vind is dat wij nu ook uh, kleding uit India hebben. Ik uh, kan ja. je wel iets laten zien. Nou, ik heb zelf ook zoiets aan. Dat is bijvoorbeeld uh, dit. Dus nou, maar deze temperatuur wel lekker. Ja, we hebben hartstikke mooie spullen voor deze, voor deze temperaturen. En uh, het zijn echt uh, hele leuke, leuke jurkjes en rokjes en, en, en hesjes voor iedereen en broeken. Dus uh, ik zou zeggen, kom maar eens even langs. En uh, kom leuke kleding passen die voor, uh, voor deze tijd van het jaar hartstikke lekker te dragen is. Uh, nou, dit zijn uh, tempeltjes. Ik zal er even eentje pakken. Even zien. Kijk. Dit zijn hele kleine tempeltjes. Dit is bijvoorbeeld een, een kerststalletje. Maar we hebben ze ook met boeddhaatjes en met Ganesha's. Dat zijn dan Hindoe goden. En uh, die zijn gemaakt in luciferdoosjes. Een, een, een Indiase man maakt deze. En die, uh, een deel van de opbrengst gaat naar zijn stichting ook in, in India. Maar ook een deel van de opbrengst gaat naar mijn stichting. Dus. En dit zijn hele bijzondere tempeltjes. En uh, ze zijn echt allemaal stuk voor stuk met de hand gemaakt. Dus heel uniek. Jongen, 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 het ziet er mooi uit. Ja, heel mooi hè. Dat, ja. Uh, ja, en hier heb je bijvoorbeeld een. Uh, dit is bijvoorbeeld eentje met een boedaatje. Oké. Okay. Dus uh, ja, en zo hebben we er veel meer. Dat, uh, dat zijn, uh, het zijn best wel uh, hele uh, leuke cadeautjes om te doen. Bijzondere momenten. Ik heb mensen die gebruiken het om uh, bijvoorbeeld uh, uh, met de kerst het stalletje erin te zetten. Mensen die sparen kerststalletjes. Maar ik heb ook mensen die kopen dit bijvoorbeeld als iemand ziek is. Om ze een uh, hart onder de riem te steken. En ze daar een klein cadeautje voor te doen. En wat ook wel, waar het ook voor gebruikt wordt. En daar ben ik ook mee in overleg met iemand die in de uitvaartbranche zit. Is om het te gebruiken als uh, een idee bij een, bij een urn neer te zetten voor een, een overledene. En uh, je kunt ze zelfs ook uh, op maat laten maken. Als je zegt, ik zou iets aan willen hebben. Nou, vraag het maar wat je wil. En dan ga ik overleggen met diegene die ze maakt. Of je dat voor jou kan betekenen. Dat heet echt samenwerking. Ja. ja, dat is zeker samenwerking. Ja. Ja. Internationaal. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Ja, is ja. Ja. ja, mooi. Ja, maar heb je nog wat leuks? Uh, ja, zeker. Ah, het, is, het is allemaal leuk, ik blijf het zeggen. Maar... Nou ja, we, we zijn natuurlijk wel een beetje bekend om de sieraden. Ja. We hebben heel veel uh, sieraden hebben we uit India. We hebben zelfs mannenarmbanden tegenwoordig. Kijk eens, hele stoere armbanden. Want we kregen een keer uh, de opmerking van, god, het is allemaal sieraden uh, voor, voor vrouwen en je hebt niks voor mannen. Dus we hebben ook mannenarmbanden meegenomen uit in India. Leuke leren bandjes, heel stoer, leuke cadeautjes. En uh, het is allemaal heel betaalbaar, uh, weet je, het, het hoeft niet al te duur te zijn om, om leuk te zijn. En nou ja, op die manier uh, kan iemand toch voor een redelijk betaalbaar bedrag een mooi, uh, mooi cadeautje kopen. Het is helemaal duidelijk. Kom naar de cadeauwinkel. Van Chances for Children India aan de Julianastraat tussen Schuma Schoenen en Grand Café het Dorp.